3. Zodat ik weet niet waarom we opeens hier zijn, maar dat was het altijd een ding dat veranderde met de combo-systeem. Like 2 jaar. En we hebben 2 jaar niet echt opgestart, Dennis. Laten we nog een opening doen. Waarom? Oh, omdat 2 jaar natuurlijk iets anders heeft. I see. Ja. Yeah. Dus dit is like een alternatieve scène, oké? Okay? Dit is like een before scène. Sure, ik vertel het wel wanneer we weer terug in het fucking spel zijn. We zijn nog nu aan het praten. Van nee, maar dat speelt de opening komt in like 2 seconden, dus like... Nee, dus 2 seconden zijn voorbij, de opening is op die gekomen, mensen. Oké, dan nog een andere 2 seconden. Oké, nog steeds niet gekomen, mensen. Nog 2. Het nee, komt wanneer ik zeg dat het komt, for fuck's sake. Er is nog steeds niet gekomen, dan. En dus... Oeps, een seconde uit. Je had heel je mening kunnen vertellen op dit punt. Dit is niet een mening, het is een uitleg over, over een beetje meer... Ik moet even lekker. Was die cutscene niet ook in like? Ja, het is in postgame. Oh, het was postgame shit, right? Oké, by the way. Voordat we ermee verder gaan. We zien nu Neptune in haar like, oude vorm. Van de Ultra Dimension. Het is best wel cool. Het is de best vorm. Laten we eerlijk zijn. Ja. Want Old Neptune is best natuurlijk. Maar hier hebben VR-events, Dennis, wat we kunnen gebruiken zonder die VR, dus wat is het punt? Zes heeft like $600 gespeeld in de VR houden, dat gewacht. Alleen maar voor een goddamn animator. Dennis, ik heb geen VR gekocht. Many worlds as there are games, there are many parallel worlds as there are players, holy shit, dat is veel. Dennis is like, helemaal niet geïnteresseerd in deze VR-functies. Dit is gewoon een meter. Dus ik negeerde ze, totdat ik bij die scènes kwam die moesten. Ik heb ze allemaal nodig, ik doe ze er allemaal in. Als je voor jezelf speelt, zou je het allemaal negeren de eerste keer? Niet de eerste keer. De tweede keer misschien. Want ze zijn wel leuke cutscenes en alles, maar het lijkt, ik heb een spel om te spelen. Ik was aan het slapen! Wat doet die kleine ding daar? Dat is fucking adorable. Het is een mooie muur. Wat marker? Ah, dat marker. Ah. Oké, het is fucking adorable. Ah, dat is adorable, right? Ik ben bang, Hennis. Ik word wakker, opeens zit dit elf-ding op mijn tafel. Ah, dit is een van die hentais, of niet? Oh, I see how it is. Ik moet de vaginal juice van mijn little sisters in een pot doen. En dan kan ik een wens uitvoeren. I see, I get it. Dat is een hele oude hentai dat ooit de 3e aflevering kreeg. Emoto Juice heet het en het is... Het heeft 2 afleveringen. En het eindigt op een cliffhanger. Ja, I guess I have something to do. Grappig genoeg, het begint met de milf. En daarna is het lol die je onderweg. Het klinkt zo fucking ridiculous, ik moet ernaar. Is goed. Nee, het zelf wel komt binnen, het heet die motorjuice. Dat is de reden waarom ik van de Rape Man hou. Dat is zo fucking ridiculous. Het oh, ik weet het, want jullie kunnen de vierde muur breken, het ziet er geloof. Nou Enes, ik heb een vraagje. Als iemand uit de Neptune wereld de vierde muur breekt en in jouw kamer terechtkomt, wie zou het zijn? Wie wil je dat in je kamer komt? Dat is toch een vecht tussen hoofdstuit? Hoofdstuit tussen lijkt me voor jou de Tekken. Of adult net. Ah, nice choices. Like first is nice en alles met zijn tits. En B is altijd B. Ik denk met Furt kun je een videogame ook tegelijk weer naar de tits kijken. Ze vindt eerst echt wanneer je naar de tits kijkt ook toch. Ze is gewoon zichzelf van yes, yes. Dat is ook wat ze wil, maar dus. Ja. Tot. I know, right? Misschien is dat de reden waarom ik niet gelijk naar haar toe ren. En UCB is UCB. UCB is UCB, maar ik heb liever andere. Ze is op een goede plek. In de totembol van Lifeus. Maar wie is deze UCB waar je het over hebt, Dennis? Ik zei UCB. Ah, UCB. Je weet toch, maar je weet wel waar ik het over is. Je weet het toch? UCB van Victory 1. In, wat was het? Stella's Rebirth 1? Ja, ik herinner me UCB nog in Rebirth 1. Je weet toch, like DLC, motherfucker. Ik ben verbaasd dat we nog steeds DLC hebben gemaakt voor Rebirth 1. Was het Rebirth? Hoe heet het Rebirth 1? Ik zou toch zeggen dat Rebirth 3 heette? Nee, Rebirth... Nee, dus kijk. In Rebirth 1 hebben ze DLC gemaakt. In 2019. Waar ze ook voorkomt. En ze hebben UCB gedaan in Rebirth 1. Maar kijk, de meeste mensen weten dat niet. Ze zullen naar ons kanaal kijken. Dus ik ga ervan uit dat ze het nog herinneren van Victory 1. Waar ze in Stella's Dungeon was. Ja, ze was een scout, ja. Het is interessant dat dat werkt. In feite is ook een DLC waar Plutia en PC scouts zijn in dit spel. Hoe zit dat eigenlijk met UCB dan in Victory 1 en Rebirth 1? Ze gaan de hele karakter in Rebirth 1 doen als DLC. De hele karakter, ja. Ja. En wat ik zei, op dat punt heb ik zoiets van, waarom kun je ook geen DLC maken voor Victory 2 en 2R? En dan PC en Plutia erin doen. Alright. Nou, ik guess het is makkelijker om karakters die al klaar staan en oudere spellen te doen. Want je hebt ze al, je hebt al karaktermodellen en aanvallen en alles. Right. Nice socks. Ik moet zeggen wel, is het gemocapt? De animaties zien er heel erg menselijk uit. Wanneer het komt met voor gedeelte anyway. To be honest, het terwijl het er menselijk uitziet. Ik heb nooit een meisje gezien die met haar armen zo beweegt. Exactly, het is veel beter zo. het zorgt ervoor dat ik meer aandacht heb. Het is anime genoeg. Terwijl het er niet, de arm gaat niet door het hele lichaam heen of zoiets. Dus het is ook geen stil frames of zoiets, weet je wel. Ja. Ik heb al genoeg Daily Life gezien met de stil frames. Oh man, ik kan niet wachten tot je OnePlus met seizoen 2 gaat zien. Nee, ik wilde ja zeggen! Waarom? Ik wilde ja zeggen dan. Nee. Ja, kom terug. Kom vaker voor. Ja, is goed. Dat is alleen maar zonder dat de concurrent niet te kennen is. Player's Son, Player's Son. Wanneer gaat zo'n speelgeluk in mijn kop, de Slayer's Son? Daar zou Rom hiervoor moeten komen. Want dan is het echt... Gobberin Slayer's. Dat is dezelfde stemactrice. Gobberin Slayer's. Gobberin Slayer's. Als iemand aan mij vraagt, als ik wil dat een karakter in mijn kamer zomaar terechtkomt. En dit is volgens mij of Plan of Rom, zou ik zeggen. Plan, want zij is chill as fuck. Het is eigenlijk boos maken, maar ik ben ook boos. Zo, we zijn samen boos. We zijn samen boos. En Rom is cute as fuck. Ik wil niet op het better. Yes, het better. No FP, I swear I just put. I'm not gonna loot her. I'm not gonna loot her. Okay, I'm not. I will never loot her. She's too innocent. Only protect. Beter dat ik iets zeg, maakt het niet echt veel uit. Elke Neptune karakter is welkom in mijn kamer. I guess. Nou, misschien niet Ram. Want Ram zal alles verneuken. Wel, het maakt niet uit, Jess. Ze zijn allemaal al in je kamer. Het is fake kennis. Je wijf is niet echt. Maar wat is dat een VR voor? Om je te laten denken dat het echt is, maar het is niet. Ah nee, ik las het verkeerd en ik bothering you. Was een joke, was een joke, was een joke. Ik ben ook een tuner. Wel, als je samen zoenderen zit, is het volgens mij veel moeilijker om elkaar te haten. Ik weet zeker dat er ook ergens een anime is waar een romans is tussen de twee tsunderace. Eigenlijk is Union the Wars dus een beetje twee tsunderace. Zo, we hebben al één. Maar dat is zo'n beetje de synoniem van een tsundere moeder en een tsundere dochter. Mijn god, dat was het tekenen. En Neptune is geen hele troep maakt. Je hebt vrienden. Oké, nou I know you lie. Wel, jij bent zo'n vriend op dit, hè? Of jij bent... Fuck, je gelijk. De vriendkant is een keer increased. I can't believe it. Good job, Jess. Prove them wrong. God. You're all good. There's the plus 6. Good. Sure. Ben je aan het cosplay of zoiets? I believe you. Ah, dat is een Pokémon. Pokémon? Zou je nou net een Nintendo-naam in mijn presence? Shit. Ik heb een PlayStation getriggerd. Moet onthouden, alleen Neptune en Bird zijn het ermee om met Nintendo samen te werken. Volgens mij is jouw kamer zo'n beetje de grootste kamer van Earth. Je hebt gewoon alles daar zo liggen. I know. Oké, dus weet je, mensen geloven meestal altijd in één godin. En dan geeft die één godin shares. Maar als iemand in alle vier godinnen gelooft, is hij dan een haremmeister? Zijn een haremgelover? Ja. Onthoud. Je kan kiezen voor de haremroute in Producing Perfection. De AC, je stikt te zoeken voor de AC, want het staat op de AC en daar zit de airconditioning. Dat is fucking luxe als shit. Heeft elke Japanse kamer dat? Nee. Jij bent gewoon een van die rijke studenten. Je weet dat je nooit praat, toch? Ja. Zou die grappig zijn als ze alle 5 keer langskomen? En dan is het eerste ding wat je zegt: I don't speak Japanese. Het is al die tijd hebben ze tegen iemand te praten die hem toch niet verstaat. Maar ze doen alsof ik hem versta. Dat is een beetje wat er aan gaande is. Wie zegt dat die subtitles accuraat zijn? Helaas zul je nooit godfok maken met een van de karakters. Nou, dus, dat zou juist de spels rating verhogen naar fucking. Daar je like 25 plus of zo. In Engeland. Nee, dat is het zelf gewoon straight up band zijn, hè, dus we kunnen dat niet hebben. I know, right? Ik ben verrast dat like, Victory 2 Arda vandoor is gegaan zonder te veel censoring. Nou, nee, het kwam vast uit voordat hij naar Californië ging. Californië. Nou, Blanc's cutscenes zijn het langste. En geduldig kun je ook werken, ze is gewoon heel fucking nerveus. Ze lijkt ook heel veel respect voor je te hebben, ik buig ook. Weet je, ik wil ook respect teruggeven. It's only fair. I know, right? Oh yes, I know everything. Maybe a little bit too much. Maybe a little bit too much. Ja, het hoofd zet haar fucking cup sizes. En hoeveel centimeter zijn gegroeid? Ja, nee. Waarom zou ik dat weten? Want je wilt kijken of het eigenlijk nog mogelijk is of ze nog kan groeien. Ja, maar er zit niet echt veel interessante dingen dadelijk. Het is vooral afgeprint anime. Dat geef ik. En ook het soort ding dat jij denkt dat oké is, weet je. Like, het is geen big tits of zoiets. Het is een... niet lolly hoor, ik zweer het. Ik ben geen lolly. Nice save there, bro. Het zit vol met Patenko. Hij is geen lolly. Dus is oké. It makes sense, makes sense. There you go. Yeah, sure. They don't want to look at it though. Dus ik zit me net over na te denken, like, daar zit allemaal like sitcom shit in, weet je wel, de bookshelf. Maar ik kan ook niet gelijk zeggen dat Blanc het ergste vinden. Want Blanc's eerste strategie om iemand te seduceren was ook te zeggen, oh nee, Jan. Never forget. En nou, right, zoals ik lees de light novels en ik ben niet echt een boeklezer. Boeken zijn te moeilijk om soms om te zitten en te gaan lezen. En dan begin je dan met een light novel, het is wel. Het begint heel makkelijk. I agree. Hoe zit dat dan met een light novel? Is het gewoon heel simpel een paar woorden op een boek op een bladzijde ofzo? Of is het like veel woorden op een bladzijde? Het is wel een echt boek, legit. Maar het is gewoon, het is heel makkelijk om doorheen te lezen. Het is ook gewoon leuk geschreven, waardoor je het makkelijk kan begrijpen en makkelijk kan zien wat de persoon wilde maken en zo. Ah, je zegt hier over Falcon. Weet je wat ik leuk vind aan Blando? Ze is de enige karakter die echt een arc heeft en haar arc is gewoon één grote. Ik ga uiteindelijk een boek schrijven dat eigenlijk goed is. Ik is dus een andere reden waarom ik wil dat Blando in de kamer moet komen als een iemand in de kamer komt. Ik heb veel interessante dingen over te praten. Wat grappig is, ze praat normaal bijna niet. Nou, I guess, Playerson is belangrijk genoeg. Ze probeert meer gelovers te krijgen, dus ze moet proberen te praten. Want ze weet, ik kan het spel uitzetten en dan is het fucked. Precies. Ja, misschien zal het wel niks zijn, dat is een van de eerste dingen dat ik zou willen doen. Als een van de karakters per ongeluk op deze wereld terechtkomen zonder idee te weten wat het is en zo. Gelijk naar de makers toe gaan met die karakter om te zien hoe dat allemaal gaat aflopen. Het is gewoon een grote recreate shit. Ja, nou. Het is logische reactie ook, maar what the fuck zou ik dat niet doen? Je weet toch dat de makers hun karakters willen ontmoeten, meestal. Ja, wat zijn hun karakters? Ik wil het niet omdat ze praten, dus het stopt de liefde. Meestal. Ja, dan heb je Stephen King die zoiets heeft van, oh, ik heb een karakter gemaakt. Laat ik haar nu gegangbangd worden in het riool, terwijl ze onder de leeftijd is. Wat drama! Don't you just love the merciful screams of the people dying in my novel? Sounds amazing. Ze heeft ook heel veel respect. Yes. Wel gehoord is altijd een passief-agressief persoon. Ze is een passief-agressief persoon. Dus hij komt met het Little Sisters, dan opeens heel agressief. Op dat punt is ze gewoon lijkt dorstig. Ze heeft veel te veel dorst. Een klein beetje, precies, ik bedoel water. Zij is een theedrinker, zou ik een thee moeten inschenken of zoiets? Zij zal een persoon juice gebruiken om te koken voordat ze gaat drinken. Ik wil zeggen dat Furt niet zo'n grote degenerate is, maar... Ze is voor Josie, ze moet wel. Ja, dat is waar. Ze is voor Josie en de Siscon. De enige manier hoe ze lager kan zakken is een furry zijn ook. Daarom, maar gelukkig niet. Zo. Nee, ik ben gewoon een gamer. Maar ik guess je kan een gamer zo noemen. Ik ben niet de enige player, Sando. Ik ben een van de meerdere players, Sans. Iedereen is een player, Sam. Even just grab the controller. Lightfoot, you can be your own player, Sam. Koop nu onze hele dure console van 555, Google. Heb je nog de Stadia, gezien? Ja, ik heb er wat van gezien, gehoord. Is like, wat was het ook weer? Ze proberen mensen spellen samen, twee mensen samen één spel te laten spelen online ofzo. Hoe zit dat nou? We kunnen er beter voor praten wanneer de gameplay is, bij een kort. En een soort streaming console dat op meerdere beeldschermen tegelijk kan streamen. En je kan dus gewoon heel veel dingen ook met het internet ermee doen. Je hoeft alleen maar gewoon op het spel te klikken en het spel begint gewoon gelijk automatisch zonder laadtijd en zo. Of tenminste, dat was de plan. Dat is het idee in ieder geval. Maar ja, natuurlijk hebben we het probleem van hoe gaat het allemaal werken? En hoeveel van je eigen internet is nodig om ervoor te zorgen dat er geen framedrops komen of dat er geen inputlag is? Maar zover ik heb gehoord, hebben ze uitgevonden hoe dat erg veel nodig heeft. Ja, buiten dat, het is wel een krachtige console. De kracht van een console is meer dan de PlayStation 4 en Xbox 360, Xbox One samen. Nou, dus het is krachtig, alleen... Ja, je hebt geen... Het is een streaming console, zo. Je hebt geen spellen van jezelf. Dat ook niet. Je hebt dus ook geen eigen spellen. Of zoiets. En dat is ook natuurlijk een probleem. Is dat vergeleken met Steam, wat eigenlijk dat shit kan doen. Je koopt een spel, sure, it's op Steam, maar je hoeft er niet te laten streamen. Je hoeft alleen maar te downloaden en daar heb je. Ja. Er zijn andere interessante dingen daaraan, zoals je kan bijvoorbeeld kijken naar het beeldscherm van je vriend waar je samen met hem aan het spelen bent, op Twitter bijvoorbeeld. Of je ziet een YouTube video en je kan gelijk op een link klikken waardoor je gelijk naar het spel toe gaat. Of het thema van het spel. Je kan ook als je vastzit in een spel, kun je ook dat we zorgen dat het spel je neemt naar een video van hoe je het deelgedeelte moet verslaan of zoiets. Het is alsof ze een fucking computer hebben gemaakt en een console gemaakt. Zo'n beetje, en weet je, conceptually dat klinkt cool. Het probleem is gewoon, het gaat heel moeilijk uitgevoerd worden. Want je hebt de lag van internet, je hebt de... Je hebt niet je eigen spel of zoiets. Dus ze zeggen van ja, we klikken het spel van de Stadia af. En dan heb je pech, geld voor niks gebruikt. Ten derde is er natuurlijk ook nog de privacybeleid. Want Google, natuurlijk, ze zeggen fuck jouw privacy. En proberen natuurlijk informatie te stelen. En dat kan natuurlijk hetzelfde zijn voor als je de gameconsole kan flexen. We kunnen nog steeds je informatie verstelen. In theorie. Er zijn wat zorgen over deze console waar ze niet echt over praten. En daarom hebben sommige mensen gewoon meer onrust hiervan. Maar Jesse, competitie tussen gamingmarkten is altijd gezond, dus jullie moeten niet daarop gaan. Weet je, het komt met Google dan, like, je weet dat het een kleine succes gaat worden minstens. Want er zijn mensen die gewoon denken van, ja, al die dingen klinken cool, dus ik ga het gewoon kopen. Geef me 0 fucks. Lijkt niet de hardcore gamers, maar de general crowd zou misschien zoiets hebben van, ja, yeah, why not? Ja. En ik ben gewoon sceptisch, like, ik wacht gewoon af. Ook voor andere mensen wat het is. Ik zou het niet eens gaan aanraken, eerlijk gezegd. Dus het klinkt gewoon dom. De eerste punt al, je hebt je eigen spellen niet. Dus je kan ze ook niet downloaden of zo, je moet per se internetverbinding hebben om te kunnen gebruiken, dat wordt verloren. Nee, even serieus, dat is de domste woord. Ja. Daarom zou ik het niet eens proberen. Als ze zegt van ja, als je de spellen koopt, zijn ze van ja, je hoeft niet te gaan met de download op console, zou ik zeggen van oké, dat is al een goede beter, dat is al veel beter. Maar tot dan, ja, fuck die console. Maar anyway, er is nog iets dat ik wil vertellen over de gameplay en like, ik 2 jaar voordat ik had gewerkt. Dus like, ik zat een beetje op te letten naar hoe sommige skills en zo werken. Bijvoorbeeld je hebt je rush skills, je normal skills en je power skills. En je hebt natuurlijk je beurten zijn nu op een sliding bar gezet. Ja. Dus in dit geval like, heeft gewicht. En dan merk ik ook dat aanval een soort gewicht en zo. Dus wat ik heb geleerd is gewicht aanvallen die like rush aanvallen zijn meestal lichte aanvallen. Ze hebben niet zoveel gewicht. Dat zorgt ervoor dat je beurten wat eerder komen dan normaal. Ja. Want zo'n beetje power aanvallen zijn zo niet alleen maken ze jou trager. Maar ze zijn zo krachtig. Dat ze ook die vijand een beetje trager maken. Ja. Yeah. Ik weet niet hoe dat precies zit met de normale aanvallen. Want je doet ook weight damage. Ja. Yeah. Ik weet niet hoe dat zit met de normale aanvallen, de middleman. Ik weet niet wat precies zo bijzonder aan is.